Hippiepoera, vrijdag 28 februari. We zijn klaar voor vertrek. We hebben heerlijk geslapen in deze mooie BMW. Lekker ontbijtje gehad. Het zonnetje schijnt. We hebben bijna alles droog. Alles goed ingepakt. We gaan naar Namen vandaag. We hopen dat dat een beetje meevalt deze tocht. En dat we morgen misschien de mogelijkheid hebben om een rustdagje te doen. Om even niet of heel, heel weinig te lopen. We gaan het zien. Eerst maar eens op pad en zorgen dat we voor de regen ergens binnen zijn. Oké, doei doei. Even onderweg. We doen het een beetje rustig aan, want Esther heeft last van haar scheenbeen sinds gisteren al. Hè? Ja, helaas. Een beetje, ja. We hebben nu een beetje als doel om in Namen aan te komen. En dan even kijken, rustig aan. Dan gaan we in ieder geval niks forceren. En dan doen we in ieder geval morgen misschien een rustdagje. En als het nodig is, misschien wel twee. In ieder geval weer pijnvrij verder gaan, want ja, je moet geen ontsteking aan je scheenbeen krijgen. Ik heb compressie sokken aan en een knieband om en een pijnstiller. Krukken, geen sok. Krukken. En, het is goed komen. Ja, ik kijk dadelijk. Misschien vinden we nog een rollatertje. En dan moeten we er eigenlijk kunnen komen. Toi, toi, toi.
kamer. We zitten nu in Namen. Hoe is het? Esther heeft vandaag een beetje last van haar scheenbeen. En ja, kijk, daar zit hij. Dus we doen vandaag rustig aan. Maar we hebben dus een extra nachtje geboekt hier. Zodat we een beetje bij kunnen komen en zodat dat ook kan rusten. We zitten hier in een prachtig huis in Namen. Met dit geweldig uitzicht vanuit onze kamer. Nou, echt geweldig. Het is helaas wel weer een beetje aan het regenen. Maar zolang wij binnen zitten, maakt ons daar geen bal uit. Dus. Wij genieten. Juist. Doei doei. Tot morgen weer.